conducteur van het Leidseplein zag dagelijks een lijn passeren door een dametje heel chic en fijn, gehuld in mooie zijde kleren. Zij was de rijke mentinee, al van een oude heer van buiten. En zat ze soms wat krap in het geld, nam zij een ander voor zijn duiten. En tientje was het minst tarief van zo'n platonisch amourette. En naar verhouding was ze lief voor groen en gele bankbiljetten. De conducteur had kijk op haar, wie zou zo'n schone niet begeren? Ach, was ik maar een tientje rijk, ik zou me danig amuseren. De dame was ook erg royaal, wat trouwens iedereen beweerde. De conducteur kreeg elke maal een fooi als zij de lijn passeerde. Dat bracht hem plots op een idee om al die fooien te bewaren. Dan kon hij na een maand of wat al licht een tientje oversparen. Toen is hij op een zekere dag naar de eerste Helmerstraat getogen. Toen zij die knappe kerel zag, kwam er een schittering in haar ogen. Ze trok hem op de canapé, alwaar hij plaats nam zonder schromen. En deelde haar zijn wensen mee, waarvoor hij eigenlijk was gekomen. De rollen werden omgekeerd, zij ging voor conducteurtje spelen. Eerst heeft ze hem gecontroleerd, maar het scheen hem ook niet te vervelen. En toen hij na geruime tijd voor de eerste keer verliet zijn dientje, toen had hij niet het minste spijt van zijn versnoepte laatste tientje. En de moraal nu van dit lied, gij zult het waarlijk niet geloven. De juffrouw hield haar mondje niet, maar zei het aan de buurvrouw boven. Het gevolg is dat de beste lijn, daar waar het regent van de fooien. En een conducteur het best kan rooien, de tram is van het Leidseplein.